Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag ga ik een haul tonen. Ik heb de laatste dagen redelijk wat geshopt. Dus ik dacht, waarom niet in een video laten zien. Sorry trouwens voor mijn look. Maar ik ben net gaan sporten. Ik had geen zin om mijn haren te doen. Real life. Dus ja, ik dacht, ik ga het zo laten. De shopvlog is redelijk gevarieerd. We hebben kleding, accessoires en edelstenen. Dus, gonna be fun. Als eerste ga ik beginnen met wat ik van de Pinky heb. Dat hebben jullie waarschijnlijk gezien, want hier heb ik heel veel vragen over gekregen. Een blazertje, een geruit blazertje met hetzelfde patroon rokje. Ziet er zo uit. Het is een beetje verkreukt omdat ik het heb aangehad. Dan nog een t-shirt. Een wit van de Rolling Stones. Een coole graphic print erop. En ook nog van de Pimkie heb ik dit patchje. Een voetje. En dan heb ik wel mijn haren samen. Dus dat gaat dan niet mooi zijn, maar zo kunnen jullie toch ongeveer zien hoe het eruit ziet. En deze twee hoeden. Beige en zwart. Ook voor zo. Maar once again met mijn haren samen. Trek dan natuurlijk wel net op niks. Dus deze heb ik allemaal van de Pimkie. Dan heb ik ook in de Zara nog iets gekocht. Namelijk dit truitje. Zo'n crop sweatertje. Redelijk breed, maar echt wel best crop. Maar met een hoge zwarte broek zou dit wel heel cute zijn. En dan bijvoorbeeld met die zwarte hoed erbij. Zou echt super schattig zijn. Ook nog van de Zara heb ik dit jasje. Zo'n wit oversized jacket. Ziet er zo uit. Met zo van die bruine knopen. Nou, die vond ik ook weer heel tof. En die kostte ook niet veel volgens mij. Volgens mij was iemand 30 euro. En ik dacht, voor een jasje. Let's do it. Dan heb ik een aantal kristallen besteld. En nog zo'n items. Maar jullie gaan wel zien wat ik bedoel. Vele vragen. Altijd waar ik mijn kristallen haal, mijn edelstenen. En ik heb ze van Joybee. Er staat ook de website van onder. Dus het is www.joybee.com. En ze hebben mij een code gegeven van 15% korting op een volledige webshop. Dus als jullie graag ook kristallen of dergelijke willen bestellen, dan kan dat met mijn code Thalissa15. Ik ga het hier zetten. Ik ga het sowieso ook nog wel eens op Instagram delen voor degene. Of mocht jullie het vergeten, mocht het mij altijd vragen. Maar dus, wat heb ik vandaag? Ten eerste een armbandje met een maan en sterretjes. Aan de achterkant zijn nog sterretjes. Super cute. De verpakkingen zijn ook altijd zo tof bij deze winkel. Want ik bestel soms ook stenen bij een andere winkel. De naam ontglipt mij nu even. Maar dan is het heel basic. Maar ja, oké. Elke winkel zijn eigen ding zeker. Maar dit is gewoon zo tof. Dan hebben we Your Stone Full of Joy. Een Crystal Infused Water. Dus deze kristallen kun je eigenlijk in je water doen. En die zijn goed voor huidverzorging. Er zit roze kwart in. Roze kwart, amethyst. En dit is een aventurijn. De aventurijn ken ik niet. Nog niet, maar roze kwart en amethyst ken ik wel. Hydraterend en vitaliserend effect op de huid. Houdt de huid jong en fris. Dat is wel heel tof. Dus die kun je echt in je water doen. Ik heb hier nu net een fles staan. Ik ga dat straks eens proberen. In mijn water doen. En dat is goed om van binnenuit je huid eigenlijk te hydrateren en jong te houden. Dus kunnen we allemaal wel gebruiken, denk ik. Dan heb ik herbruikbare bamboe rietjes gekocht. Want we moeten ook aan de planeet denken natuurlijk. Dit zijn rietjes van bamboe. En die kun je gewoon opnieuw hergebruiken. Dus je kunt die afwassen en dan opnieuw gebruiken. Zo gaan we de verspilling van plastic ook tegen. En
zoals velen van jullie waarschijnlijk wel weten. Dat komt in de zee terecht vaak, en rietjes. En die gaan dan zo in de schildpadden hun neus en zo. Je moet dat maar eens opzoeken, dat is keizielig. Dus dat is wel heel handig om geen plastieke rietjes meer te gebruiken. Plus dit oogt toch ook gewoon veel leuker. Dit is gewoon veel leuker om in een glas te hebben steken dan een plastiek rietje. Deze zijn zo mooi. Dus dat kun je daar ook krijgen. Dan als volgende heb ik een gezichtsroller of een facial roller. En deze is in de steen opaal. Ik heb zoal eentje in roze kwarts. Maar deze is dus opaal. En deze is zo mooi. Volgens mij op camera ziet je het zelfs niet eens. Maar die verandert echt zo van kleuren. Echt mooi. En dit is eigenlijk waarvoor ik het gebruik. Je kunt het ook 's ochtends of overdag gebruiken. Maar ik gebruik het 's avonds. 's Avonds doe ik al mijn make-up eraf, was ik mijn gezicht. Doe ik een serum op en dan doe ik eigenlijk in deze beweging gewoon zo. En dan, ja, is ook gewoon heel relaxerend. Ik weet niet, die geeft gewoon een heel fijn gevoel. En onder mijn ogen ook zo. Ik leg die soms ook in de frigo, zodat ze frisser zijn. Als ik weet dat ik 's ochtends bijvoorbeeld een fotoshoot of zo heb, dan zijn die lekker fris. En dan is dat goed voor walletjes ook nog. Opaal is een liefdevolle en een beschermende steen. En die heeft een activerend en een opvrolijkend effect. Dus deze steen heeft dat effect. Ook als je die 's ochtends gebruikt, kun je daar actiever van worden, vrolijker van worden. En ja, dat straalt deze steen dus uit. Dan heb ik de goudsteen. Hey Muffin! Deze is ook echt ongelooflijk prachtig. Kijk hoe mooi met zo roze glitters erin. Roze, ik bedoel gouden. Dit is, vind ik, wel visueel een van de mooiste stenen die ik heb gezien. En deze noemt dus een goudsteen. Wat die precies doet, ga ik voorlezen. Dat is gemakkelijker. Dus, de goudsteen werkt opbeurend en stimulerend en stimuleert een positieve kijk op het leven. Geeft energie en kracht. Het is hierdoor de perfecte steen voor depressies. Deze mooie glinsterende steen heeft een stimulerende werking. Heeft een stimulerende werking en bevordert individualiteit, ambitie en geeft de kracht om je doel te bereiken. Dat is wel heel mooi. Dus ja, overall een super positieve steen. Iedereen gaat wel eens door moeilijke momentjes en zo. Dus ik denk dat deze steen daar ook wel echt goed bij kan helpen. Ik denk dat ik deze in mijn living area ga leggen, dichtbij. Dat ik hem zo vaak eens kan vastpakken en bewonderen. Wat ook heel tof is, ik denk dat je dat wel kunt doen. Maar je kunt hun wel denk ik een mailtje sturen en zeggen van kijk, dit is mijn sterrenbeeld. Want dat is een beetje wat ik nu heb gedaan. En aan de hand van uw sterrenbeeld en de eigenschappen van uw sterrenbeeld kiezen zij dan stenen. Dus als je beginner bent of zo, is dat misschien wel iets tof om te doen. Of zo'n pakketje te kopen natuurlijk. Want dan kun je daar alvast mee beginnen en kijken hoe je dat leuk vindt. Want voor mij zijn edelstenen ook nog vrij nieuw. Ik heb natuurlijk wel in mijn slaapkamer een opstelling en zo met edelstenen, waar ik in volgende vlogs iets meer over ga vertellen. Maar het is altijd leuk om iemand te hebben die zegt van oké, kijk, ik ben bijvoorbeeld vissen. Een steen zoals deze voor meer optimisme is wel goed voor een vis, komt wel van pas. Want vissen zijn zeer emotioneel en daardoor kunnen ook wel sneller in een depressieve bui zijn of een lastige bui. Dus daarvoor is die steen bijvoorbeeld perfect. Dan heb ik de roze avonturijn. Deze is ook echt prachtig. Deze doet me een klein beetje aan een roze kwarts denken, maar dan met iets donkerdere kleuren erbij in. Maar zo zou bijvoorbeeld een roze kwarts kunnen zijn. Ook deze weer super prachtig. Ik vind ook gewoon de uitstraling van edelstenen mooi. Brengt ook gewoon een soort van rust, vind ik, om er naar te kijken, om die vast te houden. Dit zijn ook knuffel edelstenen, dus die zijn zacht. Je hebt ook ruwe.
Dus deze kunt je fijn in je hand houden. Dus dat is ook wel tof. Ik ga eventjes voorlezen waarvoor de roze avonturijn staat. De roze avonturijn is een gelukssteen die de deur naar nieuwe mogelijkheden opent. Kansen maximaal laat benutten en creativiteit en welzijn bevordert. Hij spoort aan dromen te verwezenlijken en bevordert een ontspannen stemming. De roze avonturijn is extra liefdevol en kalmerend. Oh, dat is wel mooi. Dat is ook weer een heel mooie betekenis voor de steen. En ik denk dat ik deze mee in mijn handtas ga nemen. Ook op mijn werk, op het werk met de webshop en zo moet ik veel heel creatief zijn. Dus ik denk wel dat deze altijd van pas komt in mijn werksfeer. Omdat ik dan ook de dromen die ik heb om door te groeien met mijn bedrijf en zo kan waarmaken. Dus ik denk dat ik die daar ga zetten. Of in mijn chakosh ga meenemen, gewoon altijd. Die stenen kwamen trouwens ook in een super cute zakje. Dus als je die wilt meenemen in je handtas of zo, ik heb er wel sowieso twee in mijn handtas zitten. De citrine, zo voor de flow van geld, heb ik in mijn handtas zitten. En welke heb ik dan nog in mijn handtas zitten? Ik weet het niet van buiten. Of heb ik alleen maar de citrine erin zitten, denk ik. Maar dan kun je bijvoorbeeld de steen hierin steken. Zo doen. En zo in je handtas steken. Als je die dan ook eruit wilt nemen, is ook heel handig. Dan heb ik een Celestine. En die ziet er zo uit. Dit is dan weer een voorbeeld van een ruwe steen. Deze is ook echt ongelooflijk mooi. Klinkt ook heel mooi. Dus dit is een ruwe Celestine. De ruwe Celestine brengt harmonie en vrede om zo geluk en succes te creëren. Oké, Milky zit in de kattenbak. Milky, ben je klaar? Ik denk het nog niet. Nee, ik ga even wachten. Milky is klaar met zijn kaksje. Dus. De Celestine brengt harmonie en vrede om zo geluk en succes te creëren. Deze superkrachtige steen leert je vertrouwen te hebben. Alles komt goed. Celestine versnelt je spirituele ontwikkeling en helpt je focussen. Hij bevordert creativiteit en is zeer geschikt voor mensen die in het openbaar moeten spreken. En voor andere vormen van communicatie. Dat is wel heel handig. Celestine wordt ook de engelensteen genoemd, omdat het contact met engelen en gidsen tijdens meditatie of dromen bevordert. Dus dat is wat de Celestine doet. Ik had deze voorlopig hier op mijn livingtafel gezet, omdat ik hier ook, als ik thuis werk, dan werk ik hier vaak met mijn laptop. Dus dan is het ook fijn om weer een creatieve steen in uw bijzijn te hebben. En ik geloof er ook in dat dat vibraties stuurt door mijn heel appartement. Dan als laatste hebben we nog een theehoudertje. En als ik me niet vergis, is dit van roze kwartsteen. Dit is ook echt ongelooflijk mooi. Zo'n dingen vind ik echt geweldig. Ik hou echt van zo'n dingen. Maar dus hierin kunt je een theelichtje zetten. En dan ga je dat aandoen. Dat is kei mooi. Stenen is echt super mooi. En deze ga ik daar zetten. Of is het nu een... Nu durf ik het niet zeker zeggen. Maar het lijkt mij ook wel een zout. Zoals je een Himalaya zoutsteenlamp hebt. Zo lijkt het mij een steen. Ik denk eerder dat het dat is. Oké, dat was alles voor mijn shoplog. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Ik weet dat er heel veel vragen komen naar de edelstenen en zo. Dus ik ga daar sowieso binnenkort meer over doen. En meer over vertellen. Maar ik ben er geen pro in. Ik doe ook maar gewoon wat goed voelt. Of als ik opzoekwerk doe en zo. Doe ik van alles met bepaalde stenen, zoals een opstelling rond mijn bed heb ik. En nu bijvoorbeeld de Crystal Infused Water is super fijn dat dat gewoon al zo komt. Dus die ga ik sowieso in mijn water doen zelfs. En dat zo een paar dagen later.
Maar als jullie daar meer over willen weten, dan ga ik daar sowieso meer video's over maken. Ook hoe ik ze cleanse en zo. Maar ik denk ook wel dat stenen iets persoonlijks zijn. Ja, ik snap dat sommige mensen dat echt bullshit of zo kunnen vinden. Of dat niks zegt voor hun. En dat is ook totaal oké. Maar ik vind het wel zeer interessant om daar meer over te weten. Dingen over op te zoeken. En ik geloof er wel in dat deze stenen een werking hebben op u. Of op uw omgeving. Omdat het natuurlijk wel echt een natuurelement is. Uit de natuur gehaald. En dan vind ik wel echt zot dat zoiets kan. Maar oké. Dat was dus mijn shoplog. Een beetje van alles. Kleren, maar ook stenen, accessoires. Oh, nee, dat is niet waar. Wat zeg ik? Mijn shoplog is nog niet voorbij. Ik heb nog een hele zak van H&M hier staan. God. I'm so stupid, hè. Want dit heb ik dus ook nog helemaal. Oh god. Oké. Wel is alarm. We gaan de shoplog toch nog niet afsluiten. Want ik ben er net nog snel naar de H&M geweest. Want Celine en ik hadden mooie vestjes gezien in... waar waren we dit weekend? In Brugge. En die heb ik misschien wel gehaald. Maar als eerste heb ik deze. Joggingsbroek. Beige kleur. Allee, zo beige grijs. Super cozy en comfy. Voor om thuis te zitten. En voor daarop heb ik dit t-shirtje. Een ribbeltopje. Gewoon zoals ik aan heb nu. En crop. Dus dat is deze. En de jongen op de fiets buiten is naar mij aan het kijken. Kijk, tof. Dan heb ik een wit crème, meer crème denk ik, oversized hoodie gekocht. Echt heel simpel, een hoodie met een kap. Niks bijzonder. Maar ik dacht, het kan wel stof zijn voor onder dit jasje. En dit is het jasje, dat is wat ik bedoelde. Dit in het bruin. Hadden dat gezien bij Queen of Chatlikes op haar Instagram. En we wouden dat ook hebben. Dus dat is het jasje. Ik heb dat twee keer. Nog één keer voor Celine. Dan heb ik nog shoes. Die vond ik ook kei mooi. Deze slangenbotjes in donkerbruin. En ik had ze gepast en die zitten wel heel mooi aan mijn voet. Dus dat vind ik ook fijn. En dan last but not least hebben we nog oorbelletjes. Ik draag wel altijd... ik draag sowieso altijd high-hearted. Maar om dan zo eens af te wisselen met grotere hoops, vond ik deze wel leuk. Ik weet nu niet zozeer als ik die donkere ga dragen, maar ik wou vooral die gouden. En dan deze zijn ook nog zo gouden hoops. Heel simpel, heel gewoon. Maar ik vond ze wel best tof. Dus ja, dat is alles nu. Is het for real, denk ik? Yep. Deze keer staat er niks meer dat ik vergeten ben. En dit was dus alles wat ik heb gekocht. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.